We zijn nog steeds bij de manege, in mijn café, bij de Bosmanege. Maar hier staat ook, ja, slagerij De Vos. Hallo mevrouw. Dag mevrouw. En u bent? Ik ben Anneke, ik werk bij De Vos. Nou, maar De Vos die zit toch in Drachten? Dat klopt helemaal. Ja, mijn dochter die rijdt hier pony. Oh, uw dochter die zit op de manege. Niet mijn dochter, is Maaike haar dochter. Oh, Maaike, nou ja, goed, gaat om het idee. Maar wat hebben we vandaag in de aanbieding? We hebben Friese worst, we hebben Groningse worst. Mag ik even wat vragen, hè? Dat is, want ik heb het nooit eerder gevraagd. Wat is het verschil tussen de Friese en de Groningse worst? De Groningse zit kruidnagel in. Oké, okay, en de Friese niet? Nee, Friese zit zout in. Oké, okay, er zit meer zout in. Ja. Hebben ze de Waddenzee in gegooid? Dat denk ik, ja. Oké, okay, dus Groningse, daar zit dus kruidnagel in. Ja, en wat ligt hier? Dat is buikspek. Maar dat ligt hier gewoon, kan dat? Ja. Hoe ouder het wordt, hoe lekkerder het wordt. Het is gedroogd. Het is gerookt. Gerookt. Ja, het kan heel wat hebben. En als je de reepje afsnijdt, ja, en doet kleine blokjes voor bij de bruine bonen. Ja. Of in de erwtensoep, is gewoon super lekker. Is heel lekker. Ja, zo koop je dit. Nou, krijgt er nu al trek in. Ja, super. Wat hebt u nog meer voor worst? Warmte worsten, gewend. Nee. Heb je allemaal verschillende smaakjes. Is wat een stevige worst, lekker voor bij een drankje. Dus daar zitten Spaanse kruiden in? Dat denk ik wel. Dan hebben we nog vaker verpakte gehaktballen. Maar die hebben jullie allemaal zelf eerst gedraaid? Ja, allemaal zelf. Dit is allemaal vers van de pers, biologisch, logisch. Ja, dit smulspul ook. Hier zit kippendij met kruiden. Kan je koud op tafel zetten, warm op tafel zetten. En ze hebben allemaal een goed leven gehad? Zeker, ja. Oké. Okay. Nou, garant. Deze worst is wel voor een dier, maar dat dier hebt een goed leven gehad, hè, mevrouw De Vos? Absoluut, ja. Nou, zullen we het hier maar bij laten dan? Is prima. Dus, kom iedereen. Waar zitten jullie in Drachten? Drachten, Zwartseweglaan. We hebben hier briefjes liggen met... Kijk. Zie, ja. Daar moet u heen. Ja, Zwartseweglaan. En daar is het dus, hè? Ja, we hebben ook nog een restaurant. Die bezorgt thuis, menus. Oké. Nou, dit is gelijk een volledige reclamezaal. Nou, bedankt mevrouw De Vos. Ik kom voortaan naar De Vos slagerij. Super, dankjewel. Dan maak u mij blij met een lekkere Groningse worst. Ja, zometeen laat ik jullie een stukje proeven. Oh, lekker!